voyez. Alors que retentit ce son classique maintenant, désormais au Lotto Park. C'est la preuve qu'il est capable hein, de le faire aussi. Attention à ce ballon. Alors que vous voyez des stats arriver sur votre écran. Mais là, s'il y a le danger, la frappe peut-être non. Allez, de nouveau Kevin Ogas avec Ranchard. Le centre, il est bon. Et Verkotteren qui se loupe. In het eerste half uur totaal nog niet in beeld is geweest. Ook nu net niet wordt bereikt. En dan steeds weer Beveren op de tegenaanval. Dit is goed gevoetbald van Bruni en Simba. In één tik voorbij zijn bewaker en dan 1-1 met Verkouteren. 0-1 dankzij Bruni en Simba. En wat een actie van de huurling van Antwerp. Op het half uur. En tegen RWDM en nu ook tegen die andere club uit het Brusselse. Maar kijk eens wat een snelheid, wat een power ook. En dan cool genoeg om Verkouteren te verslaan. Hannes Delcroix laat zich ook. Dan werd het al heel wat minder voor Paars-Wit. En Beveren groeit in de wedstrijd. Ranchard in de combinatie met Simba. De voorzet goed aangenomen door Mbokani. Wat een goal! Wat een doelpunt van Dieu Merci en Mbokani op de plek. Vandaag zit hij al aan één stuk. De voorzet is er van Ranchard, alweer een assist voor de Slovaakse rechterflankspeler. En kijk dan naar Mbokani die heel wat gemaakte doelpunten in die heenronde verijdelde. En dat toont hij ook door het gemak waarmee hij in de ploeg van Brian Riemer zich heeft genesteld. Kijken naar Lucas Tassin die een eerste keer... Haakt goed af, want de verdedigers aan het doorlopen beseft dat hij dan de lucht in. En een goede vrije trap. Ogas. Ouais, c'est pas mal donné. De nouveau, ça va filer à travers tout le monde. Ilaï Camara. En vitesse, de nouveau, face à Ranchard. Et Gwanda, la frappe de Gwanda, il a une bonne frappe. Et... Ce sera à côté, c'est touché. Qui a dû s'allonger de tout son long pour stopper cette balle. Et c'était pas mal du tout hein, comme frappe des Gonda. Abdulrazak avec Léonie. Léonie qui tente hein, de casser les lignes de Wild. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Léonie? Léonie Stassin. Stassin qui est passé, la frappe de Stassin. Arriveront-ils à trouver le code, casser le verrou pour aller marquer un but et se relancer dans ce match. Ah, c'était pas mal hein, de la part de Lucas Tassin. Il lui a manqué quelques centimètres. Quel match d'Ogas. Quel match de Kevin Ogas. Tierno Barry. Attention à Barry. Barry qui va tirer. Ça va passer au-dessus. Avant de passer par l'Antwerp notamment. Vous voyez maintenant qu'au niveau de la possession, on est plus ou moins à la même chose que tout à l'heure. Attention à la tête. Oh, ça passe pas loin au-dessus. Mbokani, attention. Du merci Mbokani qui va aller chercher Sander Koopman. Sander Koopman, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il se retourne même, Mbokani est au sol. Le dribble. Et Ismaël qui va pouvoir frapper maintenant. Il va laisser à Kevin Ogas la frappe de Kevin Ogas. Die heeft verlengd tot 2025. En ook Malik Fall en Mauro Trari uit de jeugd verlengd tot en met volgend seizoen. Even opletten, want bijna de 3-0. Ja, Barry heeft hem goed mee. Is op weg naar doelpunt nummer 16 en rond dat heerlijk af. 0-3 voor Beveren. En Tierno Barry met een pareltje, nog wat steviger topschutter. Dat is belangrijk voor hem, dat toont hij. Maar vooral dan Bruni en Simba. Draait zich gemakkelijk weg en heeft dan een hele boulevard voor zich. Stift hem verticaal voor zich uit. Armando Lapage komt te laat en heeft niet de snelheid om de redder in nood, de gatendichter, inleveren maar bij Ismaël die zich op gang heeft getrokken. Ribeiro opnieuw invallen en scoren, opnieuw invallen en scoren. Lucas Ribeiro Costa met de 0-4, een statement toch weer van Beveren. Kiest hier wel goed voor de kant die Lapage niet dekt. En plaatst hem enig mooi. Beveren duidelijk een maatje te sterk en op zoek naar de 0-5. De forfaitscore voor Anderlecht, wat een doelpunt. Nee, net niet. De eigen Freethiel
Vertrouwen is er alvast getankt nu. 16 april tegen RWDM en daarna tegen Beerschot. Maar hier doet Beveren toch op zijn minst wat het moet. Het wint overtuigend, is enkele klassen te sterk.